dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag zoveel zin om te gaan kringlopen. Ik doe het echt bijna elke week en ik dacht ik neem jullie weer eens mee, want dat is best wel lang geleden. Ik hou van kringlopen gewoon om te kijken naar uitzettingen. Jullie weten hoe leuk ik dat vind. Gewoon servies, mokken. Ik ga daar heel goed op. Of gewoon leuke dingetjes voor je huis of kamer. Maar ook kleding kijk ik ook tussen. Laatst had ik zo'n goede vondst. Toen had ik gewoon een stuk of 5 kledingitems gescoord in 1 kringloopwinkel. Dat is echt helemaal blij mee. Ik ga naar de kringloop in Almelo. Of nou ja, naar de kringloop in Almelo. Ik ga naar meerdere kringlopen in Almelo. Je hebt daar best wel veel kringlopen. Dus ik neem jullie gezellig mee. Ben je benieuwd wat ik allemaal ga scoren? Wat er allemaal is op dit moment? Blijf dan zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En laat ook zeker even weten als je wil dat ik jullie vaker meeneem naar de kringloop. Want ik doe dat dus heel erg vaak, maar ik neem jullie eigenlijk niet altijd mee. Dus dat kan ik altijd nog doen. Dus laten we gaan. Het is echt de perfecte dag. Heerlijk aan het regenen. Ik ben zo toe aan de herfst. Dus ja, gauw even mijn kamer lekker decoreren in de herfststijl. Maar ik vind het de perfecte dag om te gaan kringlopen. Het is wel nog warm, maar wel grauw. Boekje. Oh, ik hoop dat ik nog goede boeken ga scoren of zo ook. We gaan het zien. Ik neem jullie mee. Misschien trouwens ook leuk om te vertellen. Ik breng ook heel vaak dingen naar de kringloop. En dat ga ik nu ook doen. Ik ga een spijkerbroek naar de kringloop brengen. En ik heb hier nog een jurk. Maar die is mij helaas te klein. Een witte lange broderie jurk met kaartje nog aan. Dus dat ga ik lekker bij de kringloop, ja, dumpen. In de schuur hebben we ook altijd standaard een krat staan met kringloopdingen. En nou, die zit aardig vol weer. Dus we moeten gauw weer even langs de kringloop om dit weg te brengen. Ik ben bij de allereerste kringloop. Wawolli. Dus daar ga ik nu heen. Oké, ik ga straks naar beneden naar de kleren. Het is best wel druk. Maar ja, ik ga hier eens even kijken. Weet je wat ik ook heel graag wil? Je kent vast die ghost painting trend op TikTok. Ja, ik wil dat echt doen. Dus eigenlijk wil ik een schilderij vinden die ik kan omtunen naar een ghost painting. Alleen wil ik niet een heel groot schilderij. Oh, winter. Leuk. Oké, dit had heel mooi herfstig kunnen worden. Dit kan ik wel mooi oppimpen met bruine verf en dan herfstblaadjes ervan maken. En omdat hier wat spookjes lopen of zo, of nou ja, zweven. Oké, je moet even opzoeken op TikTok ghost paint, want als je me nu hoort praten denk je waarschijnlijk waar heb je het over. Heel cute setje. Dit is serieus een goede tafel voor buiten als je een zitje hebt of zo, weet je wel, buiten zo'n veranda. Echt een leuke tafel. Hoe duur zou die zijn? Ik heb werkelijk geen idee. Het staat er niet op. Die kast is ook wel vet. Oké, hier staat de muziek weer wat harder. Dus ik moet er heel veel kijken of ik sfeerbeelden ga doen of ga praten. Maar hier is allemaal kleingoed en daar ook allemaal glaswaar. Dus daar ga ik nu heen. Gouden bloembak. Of bloempot. Op zich wel geinig. Maar verder zie ik bij de bloempotten niet iets heel bijzonders. Ik ben nu bij de boeken. Ik hoop dat ik daar nog wat leuks vind. Ik zie niks wat me aanspreekt bij de boeken. Het is best een mooi koffietafelboek. Dat gouden zo. Maar ja, ik ga even verder kijken nu. Hier is allemaal bestek en zo. En dan hier allemaal glaswaar. En ook heel veel plastic. Maar daar kijk ik sowieso eigenlijk nooit tussen. Want dat vind ik een beetje viezig of zo altijd. Een beetje smoetsig. Espresso kopjes. Dubbelzijdig glas. Best leuk.
Dit vind ik ook altijd heel leuk. Hier gewoon een set van 4. Net iets te klein voor mij. Maar ik vind het echt zo mooi altijd met dat kristal. Oh mijn god. 2000 staat erop. Oh. Die hoort daarbij. Nee, is wel net anders, maar wel zelf de poot. Hier nog van het gerookte glas. Dat zie je ook heel veel. En oeh, mijn oog valt hier op. Ik heb dit dus allemaal voor me uitzet. Dus ik heb het eigenlijk niet nodig. Maar dit is echt een goede vondst. Ik vind dit zo mooie glazen. Er zijn er gewoon 5. Ik ben nog wel op zoek naar van die sojasausbakjes. Maar dan wel van die leuke of zo. Ik weet niet zo goed. Maar dit is op zich wel een goed formaatje. Maar die spreekt me dan niet zo aan. Kijk hoe schattig deze is. Voor melk of zo. Voor bij de koffie. Heel erg schattig. Kijk toch altijd nog even bij de mokken. Want je weet het maar nooit. Er zijn ook zoveel. Dus even kijken of daar wat tussen zit. Hier zijn ook nog allemaal dingen. En hier allemaal borden. Dus daar ga ik nog even tussen kijken. Oké, ik heb iets gespot. Deze zijn echt heel groot. Heel basic wit. Vind ik best leuk. Ik zit trouwens te kijken naar prijzen. Maar die kan ik even niet vinden eigenlijk. En ik zie ook geen stickertjes. Dus ik ben even een beetje confused. Maar dit zijn allemaal van die kop- en schotel dingen. En dat is dan wel 6 voor 1 euro. Nou, dat is echt vet goedkoop. Oh kijk, ik heb de prijzen gevonden. Glazen 25 cent per stuk. Nou, die whiskyglazen van net. Is echt een goede deal. Heb je 4 glazen voor 1 euro. Nou, echt top. Maar ik heb het echt niet nodig. Dus ik mag het echt niet meenemen. Maar ik vind het wel leuk om te kijken. Oh, is dit een pompoen? Oh, dit is zo fout. Dit is een pompoen. Maar nee. Nee. Ik denk dat het tijd is om naar de kleding te gaan. Dit is op zich nog wel een grappig bord. Beetje blond Amsterdam vibe krijg ik ervan. Heel veel meubels hier ook. Eigenlijk nog een prima ronde tafel dit. Die zwarte. Maar goed, ik ga even naar dat glaswaar daar. En dan ga ik naar de kleren toe. Deze zou je oprecht nog kunnen spuiten. En dan vind ik dit best een leuke vorm vaas voor 75 cent. Oké, ik ga naar beneden kijken bij de kleren. Het is niet helemaal mijn kleur. Blauw-groen. Maar ik wilde altijd toch even kijken, want je weet het nooit. Oké, tot nu toe valt de kleding echt best wel tegen. Dus ik ga nu bij de wat langere dingen kijken, want dat vind ik altijd toch wel wat leuker. Een jurk van Shein. Het is alleen echt niet mijn stijl. Nee. Ik vind dit echt zo'n jurk voor mijn moeder. Maar die vind ik best leuk voor haar. Alleen er staat niet echt een maat bij. Maar ze is glitter. Best wel grappig. Maar ik ga het er niet op gokken. Deze zijn nog best. Oké. Ik zie alleen geen... Oh hier. Prijzen. €4,50. Beetje verkleurd. Er zijn echt veel schoenen hier. Dat vind ik echt best wel leuke laarsjes voor als je naar een festival gaat. En je wil niet dat je goede schoenen vies worden. Dat is best prima. Kijk ook altijd nog even bij de mannen. Bloesjes, blazers, shirts. Van die lekker grote shirts. Ik heb echt 2 vet mooie blazers gevonden. Geen idee wat de maat is. Ze hebben ook een bijpassende broek. Maar
dat is sowieso, die ga ik niet passen, dat zag ik al. Maar dit ga ik even over aantrekken. Ik vind het kleurtje wel heel leuk, dat grijs. Alleen dat het hier zo open staat, vind ik niet zo leuk. Maar een grijze blazer vind ik wel echt leuk. Op zich wel leuk, alleen iets te nauw aansluitend. Voor mij mag het iets meer oversized zijn. Nog een blazer gevonden en deze vind ik eigenlijk best leuk. Het is heel donkergrijs met een witte krijtstreep. Alleen die schouders zijn wel heel heftig. Maar ik vind het wel leuk. Ik wil nu echt een grijze blazer. De achterkant vind ik ook mooi. Dus tip, altijd bij de mannen kijken bij de blazers. Oké, ik heb echt leuke dingen gezien. Alleen het paste net niet bij de glaswaar en dat soort dingen. De spullen zelf vond ik echt minder dit keer, helaas. Maar die blazers, ja, die hebben me toch wel een beetje, ja, heb ik een beetje in mijn hart gesloten. Dus nu wil ik eigenlijk, het zou echt vet zijn, om een grijze blazer te vinden bij een andere kringloop. Dus ik loop nu naar de auto en we gaan naar kringloop 2. En ik denk, ik moet nog even kijken welke dat is. Even kijken welke kringloop ik nu ga doen. Want ik wil naar het XL kringloop, waar ik altijd slaag. Maar die is het langst open tot 6. Dus die pak ik dan op het laatst, want het is nu bijna 3:30. Oeh, ik ga naar kringloop het Goed. Die is hier wel dichtbij. Ik moet zeggen, de kringloop het Goed is echt, laatst zijn echt prijzig. Ik zag daar laatst wel wat leuke dingen, maar toen dacht ik echt, nou, nah, die prijzen vind ik niet kringloopwaardig. Maar goed, ik ga er gewoon heen en dan gaan we het zien. Kringloop het Gullegoed is dicht. Super. Oké, ik ga naar Kringloopcentrum Almelo. Kringloopcentrum Almelo. Oké, ik ben hier nog nooit geweest, dus ik laat me verrassen. Oké, hele harde muziek, dus dat is echt een beetje jammer. Oh, ik dacht even dat het steen was. Oh, dit wel trouwens. Waarschijnlijk. Maar ik vind het een beetje een grimmige vibe hebben. Dus ik ga denk ik even sfeerbeelden maken. Want harde muziek. Geen kleding. Tenminste, ik zie nog niks. Dus ik ga er nog even naar op zoek. Deze grote is wel echt sick. Oh, je kan hier nog helemaal naar boven. Dus ik zie hier kleren. Dus ik ga even kijken. Oké, ook hier. Radio hard. Veel kleren. Muffige geur. Maar goed, ik ga even kijken. Ik heb geen idee waar ik moet zijn. Laat ik gewoon ergens beginnen. Ik zie hier ook nog allemaal boeken. En daar wil ik zeker nog even tussen kijken. Even kijken, wat staat erop? Romans, romans. Nou, ik ga gewoon even kijken. Ik denk dat ik dit ruik. Het lekt hier een beetje. Wow. Maar goed. Even kijken. Misschien is dit wel nieuw binnen of zo. Wat is dit? Strips. Nee, dat hoeft niet. Geschiedenis. Reisgids. Nee. Nee. Oké, helaas valt het echt nog zo tegen. Qua grimmig viel het echt wel mee trouwens. In het begin dacht ik echt, maar het viel wel mee. Er waren wel lieve mensen daar aan het werk, maar nee. Nee, ik heb geen schat gevonden. Dus, nou ga ik naar Kringloop Warenhuis XL. En daar heb ik zin in, want daar ben ik de vorige keer heel goed geslaagd. Dus, fingers crossed. Laatste kringloop waar ik vandaag heen ga. Daar zijn we. Kijk, hier kom je binnen. Heel groot. Maar ik zal nu wel eerst even naar de kleren gaan. Omdat ik daar de vorige keer heel goed ben geslaagd. Dus, ik ga gewoon alle rekken af. Dit is bijvoorbeeld een topje van de Cotton Club. Best schattig. Cotton Club. Ja, ik ben echt gek op Cotton Club. Maar het is niet helemaal mijn topje. Maar ik ga gewoon even doorkijken.
Ik heb een hele leuke broek van de Monkey gevonden. Dus die ga ik zo even passen. Maar deze vind ik op zich ook wel leuk. Zo'n gilet. En dat je er een witte kool onder doet. Is van de H&M. Maar nee, ik laat hem hangen. Oké, ik zie hier een pak. En die grijze blazer wil ik heel graag passen. Maar hij is tweedelig. Dus dan moet ik hem maar helemaal afpassen. Oké, er is geen spiegel in het pashokje. Maar die broek van Monkey krijg ik niet dicht, dus die is te klein. De maat staat er niet op. Je snapt dat ik nu niet naar buiten ga om het te laten zien in de spiegel. Want ik krijg hem niet dicht. Maar hij had anders potentie. Oké, deze broek is één grote grap. Veel te groot, maar ik wil die blazer heel graag passen. Dus ik ga de blazer nu passen. Oké, ik baal. Deze blazer is perfect. Oh, wat is die mooi. Maar hij is te koop met de broek. En die broek pas ik totaal niet. Nou is de set 10 euro. Dus ik denk dat ik het dan alsnog doe. En dan is het dus 10 euro voor de blazer. En dat ik die broek dan weer gewoon opnieuw doneer of zo. Ik weet niet zo goed. Het is heel tegenstrijdig. Want aan de ene kant wil ik het laten hangen. Voor iemand die het hele setje past. Maar echt, ik ben verliefd op de blazer. En dit is precies wat ik zoek. Grijs. Hij zit perfect. Dus het spijt me. Ben ik wel scherp? Oké, ik heb echt de hele tijd in de verkeerde instelling gefilmd. Ik hoop dat ik de beelden allemaal kan gebruiken. Wat kut. Maar in ieder geval. Blazer. Die wil ik. Oké, ik ga nu nog wel even natuurlijk bij het glaswerk kijken. Want dat vind ik altijd wel gewoon heel erg leuk. Oh, ik vind deze heel leuk. Het is maar 1,50 euro. Die ga ik echt meenemen. Een heel mooi vaasje. Het lijkt op een pompoen, maar volgens mij is het dat niet. Ook wel geinig. Hier kun je een kaarsje in doen. Oh, wat gaaf. Zo'n marmeren vitrine. Het is heel schattig allemaal. Helemaal leuk. Oh, kijk dit. Een liqueursetje. Van echt kristal. Heel erg leuk. Voor iemand die liqueur drinkt. Hier weer zo'n hele set. Met kristalglazen. Echt supermooi. Hele chille afsluiter. Dit was echt heel leuk. Ik zal even een shoplog doen van wat ik nou uiteindelijk heb gehaald bij alle kringlopen. Nou ja, ik kan je bij deze alvast vertellen. Het was geen geslaagde dag. Maar deze laatste kringloop wel. Dus ik heb deze vaas meegenomen. En dit vind ik echt zo'n mooi vaas. Dit soort vazen zie je echt zoveel nu. En dat ik hem dan heb gevonden bij de kringloop voor maar 1,50 euro. Ja, dat is geweldig. Zo'n ribbelvaas. Prachtig om gewoon mooie rozen of zo in te doen. Super mooi vind ik deze. En zoals jullie weten, ja, ik ben zo blij hiermee. Met deze blazer. Ik heb dus het afgerekend als tweedelig pak. Want het kon niet los. En toen zei ik van, goh, maar ja, de broek pas ik niet. Dus ik vind het een beetje gek om die dan wel mee te nemen. Terwijl ik hem zeg maar niet pas. Ik wil prima die 10 euro betalen, hoor. Daar niet van. Ik doe helemaal prima om 10 euro voor zo'n mooie blazer te betalen. Maar jullie mogen de broek gewoon weer terug hebben. Dus ik heb zeg maar betaald voor de broek en de blazer. Maar ik heb de broek na betalen weer teruggegeven. Zo van, maak je iemand anders maar blij mee. Dus nou, dat is hun ook helemaal blij. Dus nou, top. Maar goed, ik heb dus deze prachtige blazer voor 10 euro. Dus uiteindelijk, eigenlijk hoort de broek erbij. Maar ik pas hem gewoon echt niet. En er was geen mogelijkheid om in te nemen. Want het was echt veel te groot. Maar zo mooi. Dit gestreept krijtstofje. In het grijs. Hij komt oorspronkelijk van C&A. Maar hij is ook wat oversized. En ik weet niet, ik vond hem echt top zitten. Dus hier ben ik echt ontzettend blij mee. Dus nou, ik ben helemaal geslaagd. Dan was dit de video. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Vond je dat nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je dus niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En laat ook zeker even weten of je vaker kringloopvideo's wilt zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer.